In deze film het verschil tussen Lightroom Classic en Lightroom. Adobe heeft twee versies voor Lightroom uitgebracht. Dat is een versie voor de desktop, die heet Lightroom Classic. En dat is een versie die meer gekoppeld is aan de cloud, dat is gewoon Lightroom. En ik zal me in dit filmpje nog regelmatig gaan verspreken, dus ik hoop dat je me een beetje bij kunt benen. De twee pakketten lijken in eerste instantie een aardig eind op elkaar. Ik open eerst even Lightroom Classic. Dat is dus meer bedoeld voor de desktop, voor mensen die dus gewoon vanaf hun vaste computer werken. En je ziet, deze interface is je misschien wel bekend. En werk je veel met Lightroom voor de cloud? Dat is deze variant. Dan krijg je dit openingsvenster te zien. En uiteindelijk is dit het programma waar je dan tegenaan kijkt. En als je hiermee werkt, dan ziet dit er wel bekend uit. En Lightroom Classic is je dus geheel nieuw. Wat is het grootste verschil tussen de twee? Nou, dat laat ik je in dit filmpje een heel klein beetje zien. Maar laat ik eerst even naar de website van Adobe gaan. Je hebt verschillende fotografie Er zijn er drie. En die beginnen allemaal bij 12 euro. En die eindigen bij 25 euro. En je hebt dus twee varianten van 12 euro. De eerste variant, dat is het fotografie En dat heeft een uh, cloud storage van 20 gigabyte. En het Lightroom-lipmaatschap heeft een cloud storage van 1 terabyte. Dat is dus 50 keer zoveel. Het verschil is dat je dan wel alleen de CC-versie van Lightroom krijgt en niet de Classic-versie. Die zit alleen bij het fotografie-lidmaatschap van 20 gig. Of als je dubbele betaalt, heb je daar ook een variant op van 1 terabyte. En die 1 terabyte ruimte in de cloud, dat is eigenlijk waar het om draait in de gewone versie van Lightroom, dus niet de Classic. Want al je foto's die je hier importeert, die komen ook in de cloud terecht. En 1 terabyte, het klinkt heel veel, maar het valt wel mee. Ik heb in totaal iets van 6 terabyte storage in mijn netwerk. En daar heb ik denk ik nog een 500 gig van over. Dus om even aan te duiden hoe snel je daar doorheen kunt, in ruim 10 jaar tijd zit ik op een veelvoud van die 1 terabyte. Welke keuze jij moet maken, dat kan ik niet voor je zeggen. Um, het ligt er ook een beetje aan. Want in tegenstelling tot de classic versie, heeft deze versie van Lightroom een heel groot voordeel. Deze versie is namelijk ook beschikbaar op tablet en op telefoon. En dan ziet het er praktisch identiek uit. Het zal er op je telefoon misschien wat anders uitzien in verband met het schermformaat. Maar op je tablet ziet het er vrijwel hetzelfde uit. En omdat je foto's dus in de cloud staan, heb je je foto's die je thuis bewerkt, 200 kilometer verderop op je telefoon ook tot je beschikking. En je kunt exact dezelfde bewerkingen doen. Dat kan dus vrij veel voordeel hebben als je veel onderweg bent en onderweg dingen met je foto's wil doen. Heb je Lightroom Classic? Dan zullen je foto's altijd op een harde schijf staan en die harde schijf moet je dus met je meenemen. Je hebt wel 20 gig aan cloud storage, maar 20 gig dat is helemaal niks. Dat zijn een paar honderd foto's en daar ben je dus zo doorheen. Daar zou je een uitgebreide vakantie niet mee vooruit kunnen. Dus je zou in het geval van Lightroom Classic, als je op locatie foto's wil bewerken, altijd een laptop mee moeten nemen om te beginnen, want je moet iets hebben waar je Lightroom op staat en je moet al je foto's mee sjouwen. Dat voordeel dat heb je dus bij de normale variant van Lightroom niet. Wat zijn nu de grote verschillen qua bewerken? Nou, op zich valt dat nog wel mee. Je hebt hier aan de rechterbovenkant wat opties om je foto's te bewerken. En je hebt dan bijvoorbeeld licht en kleur. Nou, dit zijn bekende sliders, want als ik dat in Lightroom Classic even in de ontwikkelmodule opzoek, dan heb je die hier aan de rechterkant ook. Ook gewoon de mogelijkheid om foto's onderin te blijven selecteren. En dat heb je. In de andere versie van Lightroom ook. Je bewerkingseffecten zijn een aardig eind hetzelfde. Um, op zich gaat Lightroom in sommige dingen net even een klein tikkeltje verder. Een van de fijne dingen die er bijvoorbeeld in zitten. Dat is hier het aanpassingspenseel waarmee je lokaal wat dingen kunt doen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou maak lokaal wat dingen donkerder. En dat zit in Lightroom Classic gewoon vrij simpel in de ontwikkelmodule. Dat heb je ook wel weer in Lightroom. Maar dat zit er dan gewoon net even iets anders dus je hebt ook daar wel de mogelijkheid om dingen aan te passen op lokaal niveau. Nou, nu werkt dit met een muis of met een tablet. Werkt dit natuurlijk hartstikke fijn, hartstikke precies. Heb je dit op een telefoon of een tablet, dan zul je je vinger moeten gebruiken of eventueel een stylus. Waar verschilt dit dan in? Nou, de manier waarop het werkt. In Lightroom Classic kun je eigenlijk gewoon net iets selectiever te werk gaan. Daar kun je bijvoorbeeld makkelijker um, het bereikmasker instellen op basis van kleur zodat je alleen maar deze lichte okerkleur pakt en ik niet zo snel de vingers van het model meeneem. Ga ik terug naar Lightroom, daar heb je die optie eigenlijk gewoon niet. En in dat soort kleine dingetjes verschillen de programma's. Maar op zich kun je dus met de gewone variant van Lightroom ook best wel een hoop. Wat is het grootste verschil? Nou, dat zit hem toch wel in exporteren. Als ik met rechts op de foto klik en ik klik daarop exporteren, dan krijg ik hier in Lightroom Classic gewoon een hele hoop opties. En als ik in Lightroom zou kiezen voor exporteren, dan zijn mijn opties veel beknopter. Ik kan bijvoorbeeld maar een paar bestandsformaten kiezen, waarbij TIFF en DNG natuurlijk nog een behoorlijke kwaliteit hebben. Maar als ik kies voor JPEG, je hebt een paar presets of eventueel een aangepaste grootte, waarbij je de lange zijde aan kunt passen in pixels. Of als je op centimeters klikt, laten we het even eentje houden. kun je nog het DPI instellen of PPI noemen ze het hier en je kunt de kwaliteit doen. Je hebt nog een paar kleine opties, maar je hebt bij lange na niet zoveel opties als in Lightroom Classic. Zo heb je hier bijvoorbeeld een optie voor verscherpen of wat je met metagegevens wil doen. Daar laat de gewone variant van Lightroom toch wel een klein beetje een steekje vallen. Geeft op zich niet. Je moet even in ogenschouw nemen dat Lightroom, dus niet Lightroom Classic, ook bedoeld is voor mobiel gebruik. En als je dat in ogenschouw neemt, dan is het eigenlijk best wel stiekem een krachtig programma. Bewerk je je foto's nu van een vaste plek? Doe dat dan gewoon lekker altijd op Lightroom Classic en doe dat lekker thuis. Ben je veel onderweg of wil je bijvoorbeeld tijdens je vakantie op een rustige avond ook wat foto's bewerken en dat publiceren op je Instagram of je Facebook? Dan is Lightroom in de cloud een hele mooie oplossing. En persoonlijk wil je echt veel meer met je foto's doen, laat Lightroom links liggen en ga gewoon voor Photoshop. Er zijn genoeg filmpjes over Photoshop op internet te vinden. Onder andere heb ik er ruim 200 op mijn eigen kanaal. En daar kun je nog veel meer mee dan Lightroom. En dat is in een vogelvlucht eigenlijk het verschil tussen Lightroom Classic en gewoon Lightroom. Ik ga de komende tijd wat verder in op Lightroom. Ik ga me daar toch een klein beetje in verdiepen, want ik ben toch wel benieuwd wat er allemaal mee kan. En ik hou je op de hoogte. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei